Universiteit van Nederland. Legt uit. Is AIDS voorbij? Nee, zeker niet. Je leest er of hoort er misschien niet zoveel meer over als in de jaren 80 of 90. Freddie Mercury bijvoorbeeld. Maar het komt nog steeds ontzettend veel voor. HIV is het virus en AIDS is de ziekte waardoor het virus wordt veroorzaakt. En als we nou inzoomen op Nederland, dan zien we dat er naar schatting 25.000 mensen leven met HIV. Maar pas op, meer dan 1.000 daarvan zijn nog niet op de hoogte dat ze HIV hebben. Elk jaar in Nederland sterven er 10 tot 20 mensen aan AIDS. En elk jaar neemt de hoeveelheid mensen met HIV in Nederland met ongeveer 400 toe. Ja, waarom gaat het nou relatief goed in Nederland? Dat komt met name door de goede gezondheidszorg die we hier hebben. Met name op het gebied van preventie, het voorkomen van HIV, condooms, goede toegankelijke zorg. Voor mensen uit de homogemeenschap waar de ziekte veel voorkwam en voorkomt. En daarnaast hebben we sterke antivirusremmers die de overdracht van het virus volledig kunnen stoppen. Ja, dan zou je kunnen denken, AIDS is opgelost in Nederland. Maar toch is dat niet het hele verhaal. Amsterdam meldt dat ze bijvoorbeeld naar bijna nul nieuwe HIV-infecties gaan. Maar in andere delen van Nederland zie je een heel ander beeld. In Rotterdam komt HIV nog een stuk meer voor. Daar is het niet zozeer een ziekte wat alleen bij mensen uit de homogemeenschap voorkomt. Maar juist ook bij mensen met een heteroseksuele voorkeur. Vrouwen bijvoorbeeld. Er zijn een stuk meer migranten die met HIV binnenkomen. Maar het zwaartepunt van de epidemie ligt niet daar, maar hier. Zuidelijk Afrika. Wereldwijd leven er 40 miljoen mensen met HIV. Het merendeel van die mensen met HIV leeft onder de Sahara, in zuidelijk Afrika. En per jaar neemt het aantal mensen met HIV met ongeveer 2 miljoen toe. En ongeveer 1 miljoen mensen sterven per jaar aan HIV-AIDS. En in tegenstelling tot West-Europa zijn het merendeel van de nieuwe HIV-infecties in zuidelijk Afrika bij vrouwen. En dan zou je kunnen denken, dit gaat helemaal niet goed. En dat klopt. Het is ook heel frustrerend. We hebben hele goede preventie. We hebben goede zorg. En dat bij elkaar zou kunnen maken dat je de HIV volledig onder controle kan krijgen in pakken bij 30 à 40 jaar. AIDS zou dan de wereld uit kunnen zijn. Maar het punt is dat het dat dus niet is. En de kern van het probleem zit in de toegang tot de levensreddende HIV-remmers. Die kan je zowel inzetten voor de preventie, het voorkomen van een HIV-infectie, als ook voor de behandeling van een HIV-infectie van iemand die al HIV heeft. Op het moment dat je de HIV-remmers neemt, kan je HIV niet meer overdragen op iemand anders. En dat geldt zowel voor seksuele activiteiten, zoals vaginale seks of anale seks, maar ook voor een moeder die borstvoeding geeft aan een kindje. De behandeling is levensreddend, effectief, maar niet zonder bijwerkingen. Mensen hebben vaker maag-darmproblemen, kunnen soms moeilijker slapen of hebben soms heftigere bijwerkingen, zoals heftige allergische reacties of problemen met de nieren of met de lever. Ook blijven mensen met HIV, zelfs als je ze heel goed behandelt en HIV niet meer te detecteren is, kwetsbaarder dan mensen zonder HIV. Bijvoorbeeld griep of een coronavirusinfectie, bepaalde bacteriële longontstekingen. En ook SOA's komen meer voor bij mensen met HIV. Ja, die HIV-remmers zijn natuurlijk hartstikke nodig, maar ook heel erg duur. In Nederland kost het ongeveer 1000 euro per patiënt per maand. Dus met 25.000 mensen zit je daar al gauw aan 300 miljoen euro per jaar in Nederland alleen. En in een wereld met 40 miljoen mensen met HIV spreek je al gauw van pak een beet 480 miljard euro per jaar aan medicijnkosten alleen. En daar moet nog alle andere zorg en infrastructuur omheen. Ja, heel veel landen kunnen dat simpelweg niet betalen. En dat belemmert enorm de toegang tot zorg, het opzetten van zorg voor mensen met HIV en dus ook de mogelijkheid om de epidemie te stoppen. Maar wat we nodig hebben is niet zozeer remming, maar een genezing. En dat is er nog niet. Het is alleen heel erg moeilijk om een genezing te vinden en dat komt door wat voor soort virus HIV precies is. Stel, dit is je immuunsysteem. Dat zijn dus de afweercellen die je beschermen tegen infecties. En het bijzondere van HIV is dat het precies deze cellen infecteert. Als je HIV niet behandelt, neemt het aantal HIV-geïnfecteerde immuuncellen alleen maar toe. En je immuunsysteem wordt dus steeds zwakker, tot het moment dat je AIDS krijgt. En wat is nou AIDS? AIDS wil eigenlijk zeggen dat je afweersysteem zo zwak is geworden, dat je vatbaar bent geworden voor dodelijke ziektes die je anders niet zou krijgen. En wat onze HIV-remmers doen, is de verspreiding van dat HIV naar andere afweercellen voorkomen. En ook gaan een aantal van de HIV-geïnfecteerde cellen gaan daarmee weg. Maar het virus kan zich verstoppen. En wel precies in die afweercellen die we ook nodig hebben, maar niet kunnen zien. Wat we eigenlijk nodig hebben is dit. Een middel of een medicijn die toont waar HIV zich verstopt. En dan kan je lichaam ineens zien waar het HIV zich bevindt. Daar, daar en daar.
En als je dat weet, kan je die cellen opruimen. Kan je afweersysteem zich herstellen en je lichaam ook. En dan is iemand genezen en dat is de sleutel om HIV-AIDS echt te stoppen. Maar zover is het nog niet. En tot die tijd moeten we het doen met 3 factoren. Veilige seks, testen als het moet en behandeling als het nodig is. Alleen krijgen we zo HIV-AIDS de wereld niet uit. Sportshakes, zinnig of onzinnig? Ik ben Mirwais Merab, sportarts in opleiding en ik ga het je volgende week vertellen.